Het is gelukt. Feyenoord heeft de finale van de Europa Cup 1 voor landskampioenen bereikt na een wedstrijd waarin de Rotterdammers van het begin af aan het spel volledig beheersten. Maar dat wij de beker zouden winnen, nee, dat had ik niet eens gedacht voordat wij in de finale zaten. In de finale wel. Toen dacht ik, dit gaan we winnen. Koste wat het kost, ja. Ja, voor de finale dus. Maar daarvoor en de andere rondjes, nee, wij waren blij als wij verder kwamen. De grondslag voor de overwinning werd al in de derde minuut gelegd. Een lichte overtreding van Legia Warschau werd door scheidsrechter Howley bestraft met een vrije schop die door Rinus Israël genomen werd. Hij mikte, precies op maat, naar het hoofd van Wim van Hanegem, die met een zeldzaam fraaie kopbal Feyenoord een 1-0 voorsprong gaf. Dat de 67.000 supporters hiervoor gekomen waren, lieten ze nadrukkelijk merken. Het uitzicht op de finale in Milaan begon reëel te worden. Maar toch zou het nog 25 minuten duren voordat een tweede doelpunt Feyenoord in veiligheid zou brengen. De legerploeg uit Warschau, die 14 dagen eerder op eigen terrein niet verder was gekomen dan 0-0, was in de Feyenoord-kuip duidelijk te minderen, zowel in technisch als tactisch opzicht. Vooral de verdediging kwam vaak in moeilijkheden. En het scheelde soms maar weinig of Feyenoord had de voorsprong al eerder vergroot. Zoals bij deze omhaal van Chinfall, die nog juist door de lat gekeerd werd. Maar iedereen voelde dat nummer 2 moest komen. En het werd een juweel van een doelpunt, van de voet van Frans Hasiel. Geweldige vreugde bij Feyenoord dat deze 2-0 voorsprong niet meer afstond. Dames en heren in Nederland, goedenavond en van ganse harte welkom hier in het San Siro stadion in Milaan. Waar we met 32 landen, dat betekent zo grofweg schat 300 miljoen mensen, die op hetzelfde ogenblik naar ditzelfde plaatje kijken. Ja. Ik lag graag op de bank of op een lange bank. En na de warming up dan wil ik graag de voeten omhoog hebben. En dat dacht ik, dit is goed voor de bloedstroming, weet ik veel. En dan even ogen dicht en dan denken, wat ga ik doen? Hoe ga ik het doen? Voor een minuut of twee of drie misschien, niet meer. Maar dat was wel iets wat ik vaak deed. Ze kijken dan naar de Europa Cup finale, de 15e van de Europa Cup 1. Tussen ons allen Feyenoord en de schotten van Celtic. En dat was ook iets voor de wedstrijd daar, dat denk ik veel betekende. Toen wij gingen de wedstrijd nu aan te nemen. En je moest dus in de gangen onder San Siro. Daar mocht niet op het veld om de warming up te doen. En wij, een beetje gespannen, we gingen vroeg uit, 45 minuten, normaal half uurtje voor, even op de... Maar ik ging een klein beetje in de gangen daaronder lopen, och in de sokken, dus geen schoenen. En toen stond een paar Celtic-spelers voor hun kleedkamer, helemaal in gewone tenue. En ook te roken. Ik heb de namen, men zeker niet. En toen hebben wij gezegd, als hun zo licht op deze wedstrijd. Dat was voor ons, die begon een beetje jogging te maken. Vi skulle packa de gangster. Hun denken dat de zo groot zijn. Hè? Dat is echt gebeurd. U ziet hier de Feyenoorders. Aanvoerder Israël met nummer 3. En scheidsrechter Lobello, de Italiaan. Nou, ik vond dat de eerste helft 50-50 ongeveer. Maar wij voelden dat we dat dit kan. Hè. Maar natuurlijk na de 1-0 voor hun op dat manier met de vrije trap. Dat maakte ons heel erg boos op de scheidsrechter. Achter de bal Bobby Murdoch, nummer 4. Een klein tikje naar achter en Gabbel. Maar toen de winnaars eerst 1-1 inkopte, dat was denk ik heel belangrijk. Het was alleen maar een minuut of twee na de 1-0 voorzet. Dat was belangrijk, dat wij gelijk konden komen. Dan wat ik meen, in de tweede helft vind ik dat wij de betere ploeg waren. We hebben kansen gecreëerd en ik had een schot die ging zo naast de paal. Na mijn goal heeft Frans Hasiel 1 op de lat. Dus wij moeten niet zeggen, we hebben geluk gehad.
Wij waren verdiend gewonnen, ook met de extra time, vind ik. Wij waren de sterkste ploeg, zonder meer.